Groep 8, goedemorgen. Vrijdagochtend voor jullie. Nou ja, ik dacht, misschien is het wel een goed idee om behalve rekenfilmpjes en voorleesfilmpjes, die heel goed bekeken worden, ook eens te gaan proberen een kerkgeschiedenisverhaal op te nemen. Natuurlijk heb je de lesbrief, die is interessant, daar kun je gewoon aan verder gaan. Maar dan ga ik je ook een verhaal vertellen en dat kun je gewoon eens rustig beluisteren. En als we op school terug zijn, dan ga ik gewoon verder waar we dan gebleven zijn. Een ander dingetje, het valt mij op, de taalfilmpjes, die worden gewoon heel weinig bekeken. Soms 3 of 4 keer. Ja, dat is wel erg weinig voor veel moeite. Dus daar ga ik even mee stoppen. En als jullie nou een les heel erg lastig vinden van taal, nou geef het dan aan, dan kan ik er een filmpje voor maken. Ik wil ze met alle plezier maken, maar ja, als je niet kijkt, dan heb je natuurlijk ook niks aan. Ik wil wel van de week nog een keer een werkvoorspelling filmpje maken, omdat ik merk dat best wel lastig is. Dus daar gaan we dan mee verder. Oké, nou, ik ga nu een kerkgeschiedenisverhaal vertellen. De vorige keer waren we gebleven bij de Frankische zendelingen. Misschien weet je dat nog. Amandus, die al die kerken, die heidense tempeltjes kort en klein sloeg. Dat werkte natuurlijk niet. En die Eligius, die goudsmid, die dan een heleboel geld verdiende. Daarmee slaven kocht, Friezen. En die onderwees hij dan. En als ze dan genoeg geleerd had uit de Bijbel, dan stuurde hij ze naar huis. En, hopelijk weet je ook nog, je had in die tijd had je de Friezen, de Franken en, juist, de Saksen, die had je ook. En we gaan het nu hebben over een koning van het Friese Rijk. Daar gaat hij. Ga er maar voor zitten. Het is stil. Ademloos stil. Bij het plaatsje Medemblik. Bij dat plaatsje Medemblik in het Friese Rijk, wat in Noord-Holland ligt, zijn de mensen net buiten het plaatsje samengekomen en iedereen staat zwijgend in een grote kring. En alle mensen van Medemblik zijn aanwezig, want je mocht niet thuis blijven. Iedereen moest komen. En tussen de mensen staat met zijn arm over elkaar een belangrijke man, koning Radboud. De koning van de Friezen, hij staat er ook bij en hij kijkt met een tevreden lachje om zich heen als hij alle mensen ziet staan. Er gaat vandaag iets bijzonders gebeuren. Want Radboud, de koning van de Friezen, die wil gaan vechten. Hij wil een aanval gaan doen tegen de Franken. Als je een aanval gaat doen en je gaat vechten, wat moet je dan doen? Dan moet je eerst een offer brengen. Dan moet je de goden gunstig stemmen. Want als de goden niet gunstig gestemd zijn, ja, dan helpen ze je natuurlijk niet. En daarom zijn ze hier bij elkaar. En als er een offer gebracht moet worden, en als het een belangrijke veldslag is, dan wordt er bijvoorbeeld een koe geofferd. En als het nog belangrijker is, en het wordt echt belangrijk, dan ga je nog een groter offer brengen, bijvoorbeeld een paard. Maar deze dag gaat het nog anders. Deze veldslag die Radboud wil gaan voeren, die is zo belangrijk, hij moet nu een prachtig offer moeten hebben, zodat hij zeker weet dat de goden hem helpen. Want ja, het rijk van de Franken wordt steeds groter. En hij wil zijn rijk kosten wat het kost houden. En daarom wordt er vandaag geen koe geofferd, geen paard, maar een mens. Een mens zal er vandaag geofferd worden. En daarom moeten al die mensen uit Medemblik allemaal komen. En ze staan allemaal in een wijde cirkel. En in het midden van die cirkel, daar staat een even oude eikenboom. En aan die eikenboom, daar hangt een touw met een strop eraan. En straks zal er iemand worden aangewezen. De inwoners van Medemblik staan met angstige harten. Eén van hen zal aangewezen worden. Maar wie zal het zijn? Iedereen hoopt natuurlijk dat hij of zij het niet zal zijn. Maar dat ligt aan de priesters. En een paar priesters met lange witte kleden aan, die lopen in de rondte, werpen stokjes op de grond, kijken, leggen nog eens neer,
knikken nog eens instemmend. En dan heft de oudste priester zich op, kijkt met een felle, priemende blik, steekt dan zijn hand uit en zegt dan tegen een jongen: jij. Een jongen van 14 jaar. Zijn hart bonst. Hij wordt wit van schrik. Hij is aangewezen om aan de goden geofferd te worden. Maar ja, er is geen tegenspraak mogelijk. En als in een droom loopt de jongen naar voren richting de oude priester, die hem een hand geeft en zegt: kom maar mee, kom maar mee. En neemt de jongen mee naar de boom waar het touw al aanhangt. De strop wordt om de nek van de jongen gedaan. En in een ademloze stilte staat iedereen te kijken. Koning Radboud, zijn armen over elkaar. Hij kijkt nog eens eventjes. En hij knikt goedkeurend. Ja. Dat is een goede, gezonde, sterke jongen. Dat zal een goed offer zijn. Dat zal een offer zijn wat de goden wel zal bevallen. Dan zullen ze hem helpen. En het feit dat de goden zo'n jongen aanwijzen, dat is alvast een goed voorteken. De mensen durven nauwelijks adem te halen. En iedereen kijkt onder ademloze spanning en stilte naar de jongen die nu onder de boom staat met het touw om zijn nek heen. Het touw wordt even iets strakker gedaan. En om de nek gedaan, de priesters die kijken, kijken even naar de koning. En de koning geeft een knikje en steekt zijn hand op. Dan pakken twee priesters, pakken het touw op om het touw aan de ene kant naar beneden te trekken. En dus om de tak heen aan de andere kant, dat de jongen omhoog zal gaan. Ze kijken nog even om zich heen, wachten even. Het touw wordt vastgepakt en Radboud zegt: nu. De priesters zetten kracht. En dan ineens klinkt er een stem en die zegt: koning, halt! Uw goden zijn geen goden. De priesters laten het touw weer los en de jongen blijft op de grond staan. Vanuit het niets is midden in de kring ineens een man naar voren gesprongen. En de Friezen die kijken met boze blikken: wie is die vreemdeling? En aan zijn accent, of aan zijn houding, of aan zijn stem, of aan zijn kleding, hebben ze het door. Het is iemand van de Franken. Het is inderdaad een Frankische zendeling. En zijn naam is Wulfram. En deze Wulfram kreeg later de bijnaam de Apostel der Friezen. En deze Wulfram is toevallig... Nee, dat is niet toevallig. Dat voel je wel aan. Precies op deze plaats. En hij springt nu letterlijk in de kring. Koning Radboud. Hij kijkt met fonkelende ogen. Al heeft hij wel respect voor de moed van deze zendeling. Hij doet zijn armen over elkaar. Kijkt Wulfram aan en zegt: mijn goden begeren het offer. En dan zegt Wulfram: koning, uw goden beweren dit begeren het offer niet, want uw goden bestaan niet. U gelooft in goden die niet bestaan. Er is maar één God. En dat is de God van de hemel en de aarde. Radboud komt een verachtelijk trekje om zijn gezicht. Hij kijkt Wulfram even strak aan en zegt dan: nou, als die God waarin u gelooft dan zo machtig is, dan moet u maar eens zorgen dat hij deze jongen kan redden. En meteen kijkt hij om naar de priesters en hij zegt: trekken! En de priesters die pakken het touw vast, trekken, het touw gaat naar beneden, de jongen gaat omhoog, zijn voeten komen los van de grond en dan... De jongen valt met een klap op de grond, want het nieuwe sterke touw breekt als door een onzichtbare hand. Koning Radboud, hij schrikt geweldig. En hij zegt:
De goden begeren het offer niet. Maar Wulfram die springt naar voren en zegt, nee koning, uw goden bestaan niet. En de God van de christenen heeft deze jongen gered. U ziet het nu zelf. Ja, zegt Radboud. Mensen, we gaan naar huis. En de mensen verlaten drukpratend en diep onder de indruk de heilige plaats in de buurt van Medemblik. En het duurt niet lang. Of Wulfram blijft achter samen met deze jongen. En Wulfram die helpt de jongen overeind, die natuurlijk verschrikkelijk geschrokken is. En deze jongen gaat met Wulfram mee, wordt ook een christen en wordt ook een zendeling. En even later denkt Wulfram, wat zou het toch mooi zijn als koning Radboud ook christen zou worden? Dan gaat het misschien net wel eens het Rijk van de Franken. Toen werd Clovis ook christen. En toen Clovis christen werd, verspreidde het christendom zich heel snel. Misschien gaat het in het Friese Rijk ook wel zo. En wat gebeurt er? Wulfram besluit om Radboud te bezoeken en gaat met Radboud praten. Nou, eerst wil de koning niet erg. Maar dan neemt de koning eens na. En het is heel goed mogelijk dat de koning heeft gedacht, weet je wat, als ik christen word, brengt dat geluk. Misschien word ik dan wel meer geholpen in de strijd. En uiteindelijk besluit Radboud christen te worden. En hij besluit om zich te laten dopen. En er wordt een tijdstip afgesproken. En Wulfram staat al in de kerk te wachten om koning Radboud te gaan dopen. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen zijn erbij om het allemaal te zien. En het verhaal gaat dat Radboud al aankomt lopen, één been in het grote doopvont zet. En Wulfram is natuurlijk dolblij. En dan kijkt Radboud om en hij kijkt naar Wulfram en hij zegt, nog even één vraag. Mijn voorvaderen, waar zijn die eigenlijk? Zijn die nou in de hemel bij de God van de christenen? Of zijn die in het Walhalla? Wulfram schrikt geweldig. Maar hij mag natuurlijk niet liegen. En daarom zegt hij, ik ben bang dat uw voorouderen niet in de hemel zijn. En Radboud, hij kijkt Wulfram aan en zegt dan ben ik liever met mijn voorouder in het Walhalla dan bij God in de hemel. Hij trekt zijn benen naar het doopvont, draait zich om en loopt de kerk uit. Een geweldige teleurstelling voor Wulfram. Hij had zo gehoopt dat Radboud christen zou worden. Dat is niet gebeurd. Toch is zijn werk niet voor niets geweest. Want steeds meer mensen gingen het christelijk geloof aanhangen. En ook heeft Wulfram ertoe bijgedragen dat het christendom in onze landen steeds verder verspreid werd. En daarom heeft hij de erenaam gekregen, Wulfram, de apostel der Friezen.